de minister van 5, 4, 3, 2, 1. Het rallycentrum van de Hyperhistoric Rally ligt weer in Boezingen. En ook daar is gezelligheid troef. Vlaamse kermis. Heel wat toeschouwers en ook heel wat deelnemers voor de Hyperhistoric Rally. Meer dan 50 auto's bij de Nationale Historic Wedstrijd. We waren weer buiten zijn standaard. Op vrijdag worden er 2 proeven afgewerkt. De eerste dag, Westoeter en Meessen-Sovegaarde. En hier aan het werk Yves Bruneel, startnummer 261. Dit jaar al winnaar bij de Historics in Haspengouw en Bocholt. Tweede in het kampioenschap in de puntenstand. En hij is de eerste leider in Yper. Leider met een voorsprong van 0,3 van een seconde op Philippe Barbier. De man die dit jaar de beste historic rijder was in de takrally in Tielt. Die de 3e plaats bekleedde in de puntenstand. En nu na de eerste dag in Yper, na de eerste 2 klassementsproeven, dus 2e op 0,3 van een seconde. Hier is Chris de Pisser met de Opel Trans Europe aan de slag. Met voorlopig een 3e plaats op 17,7 seconden van Yves Bruneel. Hij gaat wel aan de leiding in het kampioenschap met 4 punten voorsprong op Bruneel en 17 op Barbier. Hij pakte dit jaar al 2 keer een 2e plaats en al telkens punten veroverd. Dan Philippe Caillot met een Ascona A van het SMS-team met nummerplaat SMS-001. 4e plaats voorlopig op 44 seconden. Hij was 2e in 2008 bij de Historics hier in Yper, toen met co-rijder Jean-Marie de Dekker. In een periode dat LDD nog populair was. We gaan over naar Alain Vermeulen met een Ascona B van Connection Rally Sport. Weer in actie gekomen na een inactiviteit van 2 jaar. Beetje roest nog op de eerste klassementsproef, maar dan komt hij al vrij goed in het ritme op de 2e KP. En dat levert hem een voorlopige 5e plaats op 3/4 minuut van leider Bruneel. Piet de Klerk met de Ford Escort MK1. 6e plaats op 45,9 seconden. Hij staat dan op 14e maar van Alain Vermeulen. Het is de eerste historic rally voor de Klerk. Hij was jarenlang actief in de moderne rally. Een jaar of 2 geleden is deze man overgestapt naar de Historics, Ferdi Perneel. Hier met een Escort MK2. Spectaculaire doortocht en 7e op 48,5 seconde. Dirk De Veu is een man die al heel veel pech heeft gehad dit jaar in het kampioenschap. Onder meer een opgave in Bocholt op een moment dat hij aan de leiding reed. Heeft nog geen enkel punt kunnen pakken. Hij is nu 8e op 49 seconden met naast hem als co-rijder Isidro Smets. En dat is een man met veel ervaring. En van ervaring gesproken, hier is Bernard Münster met een Opel Kadett C. Winnaar van de Historic FIA-wedstrijd in 2004 hier in Yper, toen met de Porsche Carrera. En nu is hij voorlopig 9e na de eerste 2 proeven op 55 seconden. Een 10e plaats op 1 minuut voor Dirk de Puit. Met zijn mooie Escort MK1. Startnummer 279, Dirk de Puit, 10e. Jackie van Hoven met een Opel Ascona A van het SMS-team. Nummerplaat SMS-009. Naast hem de ervaren co-rijder Yannick Breijnen, man die zijn weg kent in Yper. 11e op 1 minuut en 3 seconden. Dan de Brit Graham Samuel, een vaste klant van het Belgisch Historic Kampioenschap. Bekleedt daar de 4e plaats in de puntenstand. En voorlopig 12e nu op 1 minuut en 11 seconden. Patrick Milleville met de Opel Manta A. Heeft een allerijlde reservemotor moeten monteren. Een lange recht 15 sneden. Naast hem co-rijder Gregory Verfailly. Milleville heeft dit jaar al veel pech gekend. Pakte wel een 3e plaats in de Haspengouw. 100. Linksaf voor, wordt op 0. Rapschokkel, linksaf voor, wordt op 0. Is direct eraan voor T-rechts 4. Voor rechts 4 verloop. Direct eraan voor rechts 4 verloop.
En nu een 13e plaats op 1 minuut en 12 seconden. En de volk. En onder, over kruispunt afval. En zeker afval. En 150. 150, links in diep snijden. Links in diep snijden, vlot met de web. En 100, en rechts afval, nieuwe paal. Rechts afval, nieuwe paal. Ook Gunter Monnes is van de partij met een Ascona B. Pas 14e wel op 1 minuut en 13 seconden. Zit niet goed met de ophanging van zijn Ascona. Hij zou eerst aan de start komen met de Trans Europe, maar die ging tenslotte naar Christen Bisser. En dan deze Ascona voor Monnes. Dit is Tom Nimmegeer. 19e op 1 minuut en 20 seconden. We zagen hem ook aan het werk in de Takrally in Tielt. Nimmegeer met de Escort MK2. Tuur van de Nabele met de vertrouwde BMW. En naast hem in Ieper opnieuw co Vincent van Quickenborne. Ontslagnemend federaal minister van Economie. Derde keer dat Quickie hier de taak vervult van co-rijder. Maar een zwakke start van de BMW-man. Maakt de verkeerde bandenkeuze en gaat ook even van de baan op KP2. Is pas 22e. Hier Lieven de Nijs pas 24e op 1 minuut 38. Nijs en Van den Abele, twee kerels die we toch meer voorin hadden verwacht. En Porsche, dat is die van Daniel Verschaven, Porsche 911. Verschaven is de voorzitter van de Vlaamse Autosportfederatie, de VAS. 26e op 1 minuut en 49. En dan de doortocht hier van José Larep in een SMS Ascona op KP2, Mason Sovgarde. Ai, dat loopt fout af voor Larep. Van de baan, even de gracht in. De motor slaat nog aan. Dan wordt hij wel voorbijgereden door Wim de Ruur. Lukt het nog voor Larep? Ja, de voortrein die staat wat open. Maar hij haalt toch de finish. Hij verliest wel ruim 1 minuut. 17e staat hij dan na twee proeven op 1 minuut en 20 seconden. Ja, wat verrast, dat ligt hier op dat nieuwe asfalt. En ook een bocht die een beetje off-camber ligt. Dan Frans van Rijkenhem, ook in deze bocht. Pats tegen de paal met zijn mooie MG V8. Controle verloren daarbij. Het uitkomen van, ja, toch wel linker bocht. Een rechtse bocht, maar het is een linker bocht. Blijkt dat de MG daar vooraan toch fatale schade heeft opgelopen aan het motorcompartiment. Dat is meteen de opgave voor de mooie MG. Exit Frans van Rijkenhem. En dan de stand meepikken na de eerste dag. 3/10 dus tussen Brunel en Barbier. En dan 40 seconden tussen de rijders op de derde en de tiende plaats. Met op 3 Chris de Bisser. Krijgen we allemaal de zegen in Boezingen. Gezellige sfeer dus daar in het centrum van het dorpje vlakbij Ieper. Met heel wat fans en ook mooie fans voor de Historics. Het is intussen zaterdagmiddag tijd voor de eerste service van dag 2 voor de start van de tweede etappe. Service hier bij de leider, bij Yves Bruneel en zijn co-rijder Christophe Goethals. De man van de indoor kartings in Kortrijk en Poperingen. Bruneel dus aan de leiding, maar met een heel kleine voorsprong. 3/10 maar. We staan aan de leiding wel met een heel minim verschil, maar oké, de rally begint eigenlijk vandaag. Niet tegenstaande, het gisteren al heel hard heeft gegaan op die twee proeven. En, maar oké, het wordt een slijtageslag en het is nog een lange rally. Hè. Ja. Met straks van de middag Heuveland, hoe kijk je daar tegenaan? Heuveland, ik vind dat een prachtige speciaal. We gaan wel moeten opletten met de remmen. De remmen gaan zeer warm komen. We waren het gisteren al gewaar op de proef meestens zo verharde. Dus ik denk dat we een beetje gaan moeten doseren op de rempen. Ja, en het is ook warm. Hoe is het met de fysiek? Ja, de fysiek is oké. Daar zitten we niet mee in. We hebben dat nog jaren zo meegemaakt. We hebben het een andere bocholt gereden, zeer warm. Wallonie was ook zeer warm. Daar zijn we gewoon. Dan de service hier bij Philippe Barbier, dus op 3/10. Filip, waar heb je gisteren die 3/10 van een seconde verloren? Ik denk, ja, waar heb je daar verloren? Een paar situaties, korte situaties met de Porsche is dan wel nogal niet zo evident om die korte situaties. Maar op het normaal hebben we een andere verhouding, één verhouding besteld om in de versnellingsbak.
in Frankrijk, maar het was 3 à 4 weken wachttijd. Hij is ondertussen niet binnengekomen, maar we zitten nog altijd met de standaard versnellingsbak. En de versnellingsbak is in principe iets te lang voor die per trein. En vandaar dat we in de korte situaties. Het tweede is in principe iets te lang en de eerste is in principe te kort. Ik heb terug moeten schakelen naar race en een bocht en daar heb ik denk ik een seconde of 2-3 verloren. Maar ja, ik kom nu daar op die alleen. Het is snel gereden, het is plezant. Ja. Het gaat spannend worden vanmiddag, hè? Met straks ook Heuveland. Ja, het zal zeer spannend worden. Even, ik ken Yves ook al heel lang in de tijd van de Mitsubishi. We zijn samen met de Mitsubishi. We hadden dan altijd samen twee kamphaantjes tegenover elkaar. Oh, camp, ook wel vrienden natuurlijk. Maar we weten altijd wat we kunnen van elkaar. En Yves is een goede piloot. Ik denk dat ik ook een goede piloot ben. Ik bof niet graag met mezelf, maar ik weet dat Yves ook goed aan de stuur kan draaien. Ik had het voorspeld voor de wedstrijd. Ik zeg, Yves, het zal een spannend duel worden tussen ik en Yves. Hoe is de Porsche voor Heuveland? Is dat een goede proef? Voor Heuveland zit dat wel beter, want we zitten wel met een paar rechte stukken waar we de maximale snelheid uit de Porsche kunnen halen natuurlijk. Maar het is natuurlijk te zien wat dat de conditie zal blijven, niet met dat warmeer. Dat is natuurlijk ook moeilijk. Hè? Barbier begint als tweede aan de dag, de Bizer is derde. We hebben op 85-90% gereden gisteren, wat problemen gekend met de versnellingsbak. Ik heb het te vragen aan Hunter, die zegt niet naar kijken, dat is normaal, goed erin duwen. En we staan nu op de derde plaats, dus bevredigend, met al wat voorsprong op de vierde plaats. Dus ik hoop van misschien nog een plaatsje te kunnen opschuiven. Vandaag zijn het heel lange speciaals en moet de power van de Trans-Europe normaal gezien beter uitkomen. Ja, je bent hier aan de start inderdaad met de Trans-Europe, niet met de Escort, waarom? Dat klopt, omdat ik nog een tegemoetkoming heb moeten doen ten opzichte van Bart Maas, omdat die jammer genoeg in de Condros vroeg was uitgevallen vorig jaar. En de andere Escort is verhuurd aan Yves Bruneel. Dus ik had geen wagen, dan heb ik maar op een akkoord gesloten. Want Gunther ging normaal gezien rijden met die wagen. Dan ging die wagen als nulwagen dienen voor Danny Kerkhoff met Andy Lefevre. Maar die rijden nu met de Ford Escort van Geert van Doornen. Waardoor ik toch kon starten met de Trans-Europe. Zeg Chris, jij bent hoofdsponsor hier van de Historic Rally in Ieper. Er zijn meer dan 100 deelnemers hier. Het is een ongelooflijk affiche. Hè? Klopt, 110 of 113 deelnemers. Een ongelooflijk deelnemersveld. Denk maar aan Waldegaard, McCray, die hier ook op het FIA-gedeelte genoteerd staan. Dan een 58-tal nationale deelnemers. Het is werkelijk fantastisch. Ik denk dat we meer deelnemers hebben dan in de moderne. Nu, er is een sport voor jou ook, maar daarnaast doe je ook heel wat dingen met Connection. Wat staat er op het programma hier allemaal vandaag? Klopt, we hebben vandaag een infrastructuur opgezet op de markt zelf van Boezingen, waar we het vorig jaar nog in de brouwerij SAS hadden gedaan. En we hebben onze genodigden voor de teams, alle sponsors, sympathisanten, noem maar op, kunnen dus vanaf de middag in onze tent terecht met het zicht op het podium. Er zijn V-busjes die ingelegd worden om naar KPI's Watou en Langemarkt te gaan. En vanavond is er nog een Vlaamse kermis, wordt er podium prijsuitreiking gedaan om 11 uur in de tent. En dan is er nog een afterparty voorzien voor het brede publiek. Is dit een dag waar je heel het seizoen naar uitkijkt? Dat is een fantastische dag. Dat is de hoogmis van de Belgische rallysport. Ook in de historiek. We hebben dat gezien in de shakedown ook deze week woensdagavond. Ik denk dat er hier 8.000 à 9.000 man vertoefde voor de sfeer op te snuiven. De nostalgie van vroeger. En we zien op vandaag meer en meer mensen van de moderne overstappen naar de historiek om het spektakel ook nog even te kunnen aanschouwen. Stevig middagmaal ook voor Alain Vermeulen. We hebben, ik weet niet hoe lang niet meer gereden. Geen rally meer gereden. Dus als je hier de vrijdagavond, de vijfde, aankomt, denk ik dat we zekerlijk niet ontevreden mogen zijn. Ik ging het niet durven dromen. Ja. Hoe lang heb je stilgelegen? Het was 2 jaar geleden dat we hier gestart hebben. Maar 2 jaar geleden hebben we 3 speciaals gereden met de nodige miserie. Alles sloeg tegen dat je maar kon denken. Dus daar hadden we zeker het ritme niet van. Dus ik zou zeggen 3 jaar. En ben je gisteren dan vrij goed in het ritme gekomen snel? De eerste speciaal was stotter, was ik erg roestig. Maar vanaf Sovenharde ineens was die vibe daar weer en dat ging fantastisch. Daar is Bernard Münster, Big Bernie met de Opel Kadett C. Hij ligt voorlopig 9e na de eerste 2 klassementsproeven. Blijft een wonder dat deze grote man in zo'n kleine cockpit kan postvatten samen met zijn co-rijder Jean-François Elst. Bernard Münster met de historische aan de start in Ieper. Heb jij de moderne definitief afgeschreven? Helemaal niet. Nee. Nee, het was een voorstel van mijn vriend Jochen Klaarhout. En die had die kadet die vrij stond en die had mij gevraagd of ik er wou mee rijden. En ik heb zoals in Spa had ik er ook al mee gereden. Maar nu is de auto iets beter geworden. En, het is voor de fun, maar ik vind het plezier. Het is wel veel harder werken met zo'n oude auto's dan in de moderne. Moderne is toch veel minder fysisch.
Wat vind je van het niveau nu in de historics? Het gaat er behoorlijk hard aan toe, denk ik. Ja, heel hard. Ik was een beetje verrast na de eerste KP. Ik zeg, ik ga moeten een tandje bijsteken hier. Want, heb je nog tandjes, ja? Ja. Nee, maar ik dacht dat het ritme ging iets lager liggen. Maar het wordt echt even hard gereden als in de moderne, maar wel met oudere auto's. Ja. En de kadet is oké? Okay. Je zegt, is iets beter geworden op elk vlak? Motor? Ja, de motor die is helemaal veranderd, dus nu gaat die echt goed. Maar het is natuurlijk niet vergelijkbaar met die wagens die in de top 3 rijden, want het is natuurlijk een andere categorie. Maar ik denk dat we staan nu 9e algemeen op slechts 10 secondjes van de 4e plaats. Dus er kan nog veel gebeuren. Dus mijn ambitie is toch zeker in de top 5 te eindigen en waarom niet proberen die top 3 te halen. Toeslaan op Heuveland? Onder andere, maar ja. Ik moet zien of ik er zelf nog uithoud, hè, want het zal heel warm zijn. Het is weer een chaotische aanloop geworden naar de rally voor Patrick Milleville. We hebben veel pech gehad voor de rally begon. Op zondag zijn we nog achter de Manta geweest naar Bocholt. We zijn in Bocholt uitgevallen met de versnellingsbak. Nu zondag gingen we de wagen halen en we testen daar in Bocholt en ja, idem dik, hetzelfde probleem. Hè. Nu een andere versnellingsbak gestoken op naar Beeselaar bij mij thuis. De dag nadien getest, op maandag. We testen de maandag, vliegwiel gebroken. Dus het begon allemaal heel goed in Ieper. Nu dat vliegwiel hersteld. Dinsdagavond was het weer een testavond voor ons. We testen, krukassen gebroken, gans de motor stuk. Nu zijn we genoodzaakt om te starten met de reservemotor. We starten nu met een motor die maar 180 pk heeft. Dus we zitten zo met een dikke 40 pk minder. En denk, we zijn heel tevreden, we staan 13e en we kunnen daarmee leven hoor. Zeg Patrick, wat heb jij in godsnaam misdaan dat je zoveel pech hebt dit seizoen? Hoe komt dat? Dat weet ik niet. Nu moet dat anders bekijken, denk ik. Als je kijkt naar Chris de Biezer vorig jaar, die heeft ook enorm veel problemen gehad. Lieven de Nijs heeft ook het begin van het seizoen. Nu gaat die wagen goed. Ik hoop dat het ook zo is van mij, dat vanaf nu begint vlotten. Hè. En dan denk je naar 2011 dan? Ja, 2011 zien we wel. Misschien een rappere wagen, dat we iets dichter kunnen finishen. Dat is de bedoeling ervan. De suif is nu ook voor Gunther Mollens. Die had ongetwijfeld een iets betere start verwacht in Ieper. Voorlopig maar 14e met de Ascona B. En dus niet aan de start gekomen met de Opel Trans Europe, met de TE. En het is meteen flink klussen hier op zaterdagmiddag bij die eerste service voor de tweede etappe in Ieper. Het was niet beschikbaar, omdat Chris de Bezer er zelf mee ging rijden. Moesten we een oplossing zoeken voor een andere wagen. En het is een Ascona B geworden. Ja. Is die competitief? Nee, niet echt. Ik had er meer van verwacht. We hebben die wagen pas aangekocht en eigenlijk niet mee getest, of heel weinig mee getest. En, dus het valt eigenlijk een beetje tegen qua ophanging en remmen. En voor de rest gaat het wel. Dit is dan eigenlijk de test hier? Ja, eigenlijk wel. Ja, daar komt het ook op neer. En jij zelf, parcours hier, valt dat mee? Ja? Ja, ik heb hier vorig jaar ook gereden en verkend, dus dat valt wel goed mee. Met de West-Vlaamse code, dat moet lukken dan? Ja. Nog wat sleutelen aan de motor van de Opel. En dan verlaat Gunther Mollens het Zuiverspark in Boezingen. Ook Chris de Bisser nu op pad, op weg naar KP3. De start van KP3, Prove Vleteren. Dat is een nieuwe proef in Ieper dit jaar. 10 klassementsproeven op de tweede dag van de Ieper Historic Rally. Met onder andere Heuveland op het programma. Die lange proef over bijna 29 kilometer. En een KP die wellicht weer scherprechter wordt. En we gaan van start met Alain Vermeulen. Geraakt 15, stem. Onder de stand geraakt 15, lang en weer stem. Plus, Justin C3, geraakt 3. C, geraakt 3. De notas worden gelezen door Bart Willemins. Stand geraakt 4, stem. Wordt linksaf om lang en stem. Geraakt 2, stem, linksaf om en weer stem. Wordt geraakt af om. En Justin links 1, wordt geraakt 4, wordt links 15. Vermeulen was bij de start van dag 2 vijfde.
van Palletje. Chasse, raakt 0. Plus 50, raakt 4. Wordt links 1, raakt 4. Links 1, raakt 1. Tot is die 3 verloot. Die raakt 3 verloot. Raakt op. Plus 80, links 20. Loot is in. Links 20, loot is in. En dan is het pats, boom, afgelopen op KP4 op Watou. Einde van de rit voor Alain Vermeulen. En ook de opgave voor Christen Pisser. Hij gaat eruit op KP5 op Kemmelberg. Twee rijders uit de top 5 weggevallen. Plots op een rechts 3 probeerden we van een mooie bocht te nemen en wat aan elkaar te breien. En we komen lichtjes in aanraking met een strobouw. Geen erg, maar goed. We kregen dat moeilijk in eerste. En plots kregen we mijn eerste en we willen schakelen naar tweede. En niets meer. Dus wat rutteling aan de wagen. En het was over en out. We hebben dat moeten aan de kant zetten. En het was gedaan voor ons. Als het begint te ruttelen, moet je oppassen. 3 bestijden op een rij voor Philippe Barbier. En hij neemt de leiding in de rally met de snelle Porsche. Een prima wapen op de snelle proeven bij het begin van dag 2. 3 keer de scratch voor de 2,65. Zo zakt Yves Bruneel naar de tweede plaats. Na 3 keer een tweede tijd. En smijten en gooien met de escort. Hij volgt nu op 27 seconden. Door de opgave van de Pisser wordt Caillot nu derde. Maar intussen wel al op 2 minuten en 1 seconde van de man aan de leiding van Philippe Barbier. Twee banken vooruit voor Piet de Klerk. Vierde nu op 2 minuten en 12 seconden. Een vijfde plaats voor Dirk de Veu op 2 minuten en 15 seconden. De Veu heeft 3 posities gewonnen. De Veu uit het Limburgse Steenvoort bij Hasselt. Winst ook voor Bernard Münster. Hij gaat 3 plaatsen vooruit. Van 9 naar 6, nu op 2 minuten en 25 seconden. Na de klapper op vrijdagavond is de Opel Ascona van José Larep opgelapt. En helemaal hersteld. 7e plaats nu voor Larep op 2 minuten 30. Hij heeft liefst 10 posities gewonnen. En hij maakt het breed, José Larep. Ferdi Perneel, 8e op 2 minuten 34. Zit daar allemaal kort bij elkaar. Hij gaat 1 bank achteruit. Negende plaats voor de MK1 van Dirk de Puit op 2 minuten 36. 1 plaats gewonnen. Er zit maar een halve minuut tussen de derde en de negende in het klassement. En hier de man die vrijdagavond na de eerste dag pas 22ste stond. Tuur van den Abele met de BMW en Vincent van Quickenborne naast hem. Nu al op de 10e plaats te vinden op 2 minuten 46. P14 voor de start van de tweede etappe. En nu een 11e plaats voor Gunther Monnens op 2.51. Jackie van Hoven, 12e plaats op 3 minuten 14. Hij is 1 positie achteruit gegaan. Met een van de SMS Asconas. Dan de Ascona van Lieven de Nijs, 13e op 3 minuten en 16 seconden. Hij komt van P24. Laten we nog wat strepen trekken. Er moet er nog stof zijn. Het is ook kurkdroog in Ieper.
Hier de Monza, de Opel Monza GSE van Stefan van Assen. Met voorlopig een 14e plaats op 3 minuten 35. Minder goede start van de slotdag voor Graham Samuel. Hij was 12e na dag 1 en nu 15e op 3 minuten 48. We noteren een 16e plaats voor Tom Nemegeer. Nog eens een BMW, deze van Geert Glorieux met een 17e plaats. 17e na klassementsproef nummer 5. Alan Cooper, 18e met de Talbot Sunbeam Lotus. De Porsche 911 groep 4 van Jochen Klaarhout. Nog net in de top 20 te vinden met een 19e plek. En uit Nederland Jan van der Marel met een 20e plaats aan het stuur van zijn Opel Ascona. Ja, een andermaal pech voor Patrick Milleville. Hij rijdt lek op KP Kemmelberg, verliest daar 4 minuten 30. En zo zakt hij van de 13e naar de 29e plaats. Met een achterstand nu van 7 minuten en 12 seconden. 150. Rechtsaf van Koert. Rechtsaf van Koert. Met. Wordt zeer lange links inglad. Wordt zeer lange links inglad. Oh, wat lijn van. Schoenen. En 200. Toprechts 15 kalm. Hier de toprechts 15 kalm voor Guys. En 150, remglad. Remglad voor links 3. Remglad voor links 3. En 30. Rechts 25 glad, rechts 25 glad. Wordt 50, overpoint finish. Top. Dat was op het nippertje daarnet. En dat schat wat mijn moeder is. Over naar de Grote Markt in Ieper voor een regroep. En de doortocht van de Historics wordt gesmaakt door de honderden toeschouwers. Philippe Barbier leidt met bijna een halve minuut voorsprong. Philippe, het gaat snel aan de leiding nu. Ja, momenteel aan de leiding. We staan 35 seconden voor. Maar met een klein probleemje. De starter is kapot. Voor het moment moet de wagen laten draaien en open. Dat we snel kunnen nieuwe steken om op te lossen. Dank u. Yves, hoe loopt het? Zeer goed, maar we kunnen Barbier niet volgen. Op die rechte stukken proven bijvoorbeeld, pakt hij een hoop tijd. En we gaan de tweede plaats verdedigen. Chris de Bizer is eruit, onze teamgenoot is eruit, blad gebroken. En we gaan nu, normaal springen we nu op de leiding, het Belgisch kampioenschap. Dus we gaan dat proberen te houden. Filip, alles goed? Ja, we draaien goed, de wagens gaan goed. Dus ik ben zeker tevreden voor het ogenblik. Ja. Auto draait prima? Ja, de auto draait zeker prima. Voor het ogenblik hebben we geen enkel probleem, dus... We zijn goed bezig dan we zijn. Pieter Klerk met de escort, hoe loopt het voor jou? Bij jouw eerste deelname? Mijn eerste deelname historiek. Ik heb 16 deelnames op zitten met de moderne. Dit jaar dacht ik wel, budgetair gezien, kon ik me bijna niet meer veroorloven om nog met de Mitsubishi te rijden. Dus heb ik overgestapt op deze wagen, die behoort aan een goede vriend van mij. En ik ben zeker niet teleurgesteld. We staan momenteel, ik denk, deze morgen stonden we in de top 6. Dus de zesde plaats. Ik weet niet nu, we hebben er geen overzicht op, maar ik denk dat ik niet veel verloren heb. Je kunt de twee recent vergelijken, de ambiance bij de moderne en de ambiance bij de historics. Hoe liggen die twee? Wat heeft jouw voorkeur? Ik denk dat de piloten onder elkaar met de historic elkaar beter bereid zijn te helpen ofzo. Dat heb ik al een paar keer gezien vandaag, op gang duwen en zo. Maar anders, ik heb 16 jaar hier gereden op de Grote Markt. Het is nog altijd iets speciaals van Ieper natuurlijk. Het is nog altijd de rally van Ieper, al is dat historic is. Dirk, alles nog goed? Jawel, tot nu toe wel nog. Ja. We hebben progressie gemaakt. Ik denk dat we op de vierde plaats staan momenteel.
is enorm zwaar. Het parcours ligt er glad bij. Enorm veel gravelen in de bochten. Ja, ze durven hier wel eens couperen, hè? Het is op de tenen lopen hier. Wil je nog het podium halen? Ja, dat is toch de bedoeling, ja. Maar het is nog langer dat avond is. Ik heb je even vernomen, spijtig genoeg, dat Chris er vanaf gegaan is. Ik denk de vierde... De versnellingsbakstuk hoor ik. Ja, zoveel te beter dan. Ja. Het is nog langer dat avond is. Bernard, een leuke dag aan het beleven? Ja, de eerste 2 kp is iets minder goed. Ik was nog niet helemaal wakker. Je bent maar op de middag begonnen. Ja, maar... ik ben al een beetje van leeftijd, dus ik moet een beetje ritme opbouwen. En nu in de laatste kp was het goed, heb ik de derde tijd gedraaid. Dus. Maar het verschil is echt heel klein. Ik denk dat we staan nu 8e, maar op maar 20 secondjes van de derde plaats. Dus ik ga nu echt een beetje gas geven en ik hoop die derde plaats te kunnen halen. 2 jaar geleden ben ik overgestapt naar de Historic. Maar wie weet start ik ooit nog eens weer bij de Moderne. Maar Historic is ook plezant. Ja. Is het een betere sfeer dan bij de Moderne? Beter, weet het niet. Nee. De sfeer is goed. De teams helpen elkaar, we spreken elkaar, we kennen elkaar. De sfeer is goed. Allee, in Boezing is het plezant. Het is tof. Het is leuk om ook hier eens langs te komen rijden, op het podium hier in Ieper. Ja. Het is nu de eerste maal dat ik... Sinds ik bij de Historic rij hier nog een keer mag komen op de markt. En ben verbaasd hoeveel volk dat hier is. Ja, en hoeveel sfeer ook. Ja, het goede weer doet er ook iets aan. He. Maar ik vind het goed. Vind het heel goed. Dirk De Puyt, hoe is jouw rally van Ieper? Voor een ogenblik verloopt alles heel goed. De wagen draait goed. En we draaien mooie tijden. Dus ik hoop dat het zo mag blijven. Ja. Nu richting Heuveland? Nu richting Heuveland en dan richting Frankrijk. Poes hem dat schrik in Heuveland of zeggen van yes? Ja... We gaan proberen dezelfde tijden neer te zetten, vlotte tijden. Dus boezem mij geen schrik in, nee. Tuur gisteravond wat tijd verloren? Jammer genoeg wel. De eerste proef, heel goed. Lag het aan je co-piloot, nee? Nee, zeker niet. We hebben gestart op soft, zowel vooraan als achteraan. En dat bleek toch geen goede keuze te zijn. En dat was een beetje de fout. Dat hij begon een beetje te zweven op de achterkant. En het ging goed en we hebben hem niet vertraagd. En dat is een beetje... Ja. Het is een foute bandenkeuze, maar goed, we moesten hem misschien een beetje vertragen. En het ritme van de wedstrijd. Vincent, jouw jaarlijkse afspraak met de rally? Ja, absoluut. Ja. Het valt mee. De derde keer, goede keer, zeer goede keer. Gisteren een beetje pech gehad. Maar nu... Dat moet hij nog leren, hè? Dat het alles netjes moet dichtgemaakt worden. Weet je hoe warm dat is er binnen? 75 graden nu. Ja, je hebt ervoor gekozen. Het loopt goed. Nu staan we 13e overal, dus stilletjes aan naar boven te sluipen. Dat is de bedoeling, hè. En dan kun je op zondag eens de politieke beslommeringen even uit het hoofd zetten. Ja, dat is veel meer zweet dan politiek, hè. Nu Heuveland, hè, Tuur. Maar nu hebben de goede bandenkeuze. We weten ook, nu de eerste boekel is afgewerkt. We zijn tevreden van de bandenkeuze. We gaan nu hetzelfde terug nieuw opleggen. Dus alles is perfect, temperaturen, alles. Dus we zijn er zeker klaar voor. Ik heb geluk dat alles goed verloopt. Het ligt erom vuil. Ik heb een geweldig goede co-piloot die veel jaren ervaring heeft. Ik ben maar liefhebber die nu terug de tweede keer rijdt. En maar met een beetje probleem. De vijfde versnelling gaat niet. Maar we trekken ons plan met de vijfde versnelling alleen. Welkom met de eerste, twee, drie en vier. En als het zo verder verloopt, hoop ik dan voor het SMS-team, waar we van de auto in die kant eigenlijk, dat we goed kunnen uitrijden naar uiteind van de avond eigenlijk. Tot hiertoe is het vrij goed gegaan. Na gisteren stonden we 15e. Ik heb er geen zicht op hoe het nu is. De eerste 2 kp's, proven en wat toe, was iets minder, maar Kamel is nu terug beter gegaan, ja. En nu naar Heuveland, kijk je dan eruit of zeg je oeh? Ik kijk er naar uit, maar ik heb maar één schrik. We hebben geen harde banden. En dat zal waarschijnlijk wel een probleem opleveren naar het einde van de kp toe. En het is ook warm vandaag, bijna 30 kilometer. Heel warm, ja. Dat is voor iedereen. Bedoel ik voor de banden? Ja, dat is het nadeel. Het asfalt wordt gladder en gladder. En het is niet gemakkelijk, maar ja, kom. Het is voor iedereen gelijk. We zijn weer weg van de grote markt in Ieper. KP Langemarck zit met de doortocht hier van Erik de Vos en een kadet. En hij is een van de vele rijders die kennis maakt met de Ieperse grachten. Maar geen nood. Er is voldoende volk voor eerste hulp bij grachtbezoek. Ze zijn daar nu met, ja, hoeveel, een man of 10... Een koord erbij. Letterlijk een trek.
kabel. Vereende West-Vlaamse krachten. Tractoren hebben ze niet nodig tijdens de rally van Ieper. De Vos is eruit getrokken. Maar er is er eentje in aantocht. Björn Hamjo komt eraan. Iedereen weer snel van het parcours af. Daar is Hamjo. Op deze proef verdwijnt Gunter Monnes uit de wedstrijd. En op de volgende KP, een dikke bus, raakt Barbier niet meer aan de start. Na een probleem met de starter. En dit is dan de nieuwe stand voor Heuveland. Bruneel weer aan de leiding met 2 minuten en 7 voorsprong op Caillot. 2.19 op Münster, die nu al derde is. 2.27 op de Klerk en 2.29 op de Veu. Er zitten 22 seconden tussen de tweede en de vijfde plaats. Ruime voorsprong dus voor Bruneel bij het aansnijden van Heuveland. Hij kan de rally nu controleren. Hij realiseert op Heuveland de derde tijd in 17 minuten, 16 seconden en 2 tiende. Ivo is gelopen. Goed. Ja, we rijden nu op 80%. We weten niks van Barbier. We denken dat hij uit koers is. En ik moet geen risico's meer nemen. Ik denk dat de derde of de tweede plaats nu op 2 minuten van ons staat. Als tweede over de KP van Heuveland, Philippe Caillot met de SMS als Kona. Zet over de bijna 29 kilometer de zevende tijd neer. Hij staat in het algemene klassement op 2 minuten 24 van Yves Bruneel. Hij zakt naar de derde plaats. Caillot binnen hier aan de finish van Heuveland. Ça va, Philippe, op Heuveland? Goh, lastig. Ja? Zeer lastig. Voor mens en machine. Enorm lastig. Maar we zijn erdoor. Dat is voornamst. Ben content. Ze snakken naar water bij de finish van Heuveland. Piet de Klerk zet de vierde tijd neer met zijn MK1. Hij klokt af in 17 minuten, 21 seconden en 17e. Daarmee blijft hij vierde in het klassement op 2.33 van Bruneel. Piet, hoe was Heuveland? Mooie KP, ja. Maar enorm lastig. Ja. Maar, voor jou of voor de auto lastig? Oh, voor beide denk ik, maar hij voelt dat misschien niet, ik besef het wel. Remmen oké? Okay? Ja, natuurlijk, ja, geen enkel probleem. Ja, ik heb... Doe zo verder. Het liep allemaal goed zo te zien met Piet de Klerk op Heuveland. Slecht nieuws dan weer van Ferdi Perneel op de langste KP, of een van de langere KP's in Ieper. Perneel gaat eruit. Hij lag op dat moment zesde. En Bernard Münster doet wat hij beloofd heeft. Big attack van Big Bernie. Hij draait de bestijd in 17 minuten, 9 seconden en 1 tiende en wint de positie in het klassement van 3 naar 2. Mooi hè? Die mens heeft nodig. Bernard, hoe was het Heuveland? Ik heb geattaqueerd, echt serieus. Maar jammer genoeg, dit heb ik gedaan. Ik weet niet hoeveel dat we verliezen. 17.09.1. Dat is een scratch, wel ja. En het tijdakku. Hoeveel heb je verloren met de tijdakku, denk je? Niet veel, 5-6 seconden. Het was zo'n 360 graden. Dus de bestijd voor Bernard Münster op Heuveland. En hier is de man die de tweede tijd draait op Heuveland. Tuur van den Abbeelen met Vincent van Quickenborne. Hij komt binnen op maar 1,5 seconde van Münster. Op zo'n lange proef, uitstekend gereden van den Abbeelen. 17, 10.6. Hij gaat van 7 naar 5. Op vrijdagavond stond hij nog 22ste. Hij komt dus de top 5 binnengeslopen. Tuur van den Abbeelen. Ja.
Turen ziet er nog goed fris uit. Oh ja, toch niet. Hè. Ja. Dat was lastig toch? Enorm, enorm. Ja. Het is hier waarschijnlijk 60 graden, dus dat is niet te doen. We moeten veel drinken. Ja. Hoe was de auto? Tot nu toe perfect, maar goed, we gaan laten we hopen dat het zo mag doorgaan. We zijn bezig aan een goede remonte, dus ik hoop dat het mag duren tot vanavond. Tuur van de Nabelen wil water. In een vorig leven was hij waterpolo-speler, vandaar misschien. Dan Dirk de Veu. Hij loopt binnen na Münster en Van den Abele, want hij kampt met een probleem. Hij zet pas de 20ste tijd neer op 2 minuten en 15 van Münster. Hij verliest 4 plaatsen in het klassement. En weg zijn zijn podiumkansen. Probleem aan de versnellingsbak. Dirk de Boet. De versnellingsbak staat los op de kom van de Boet. Niet te geloven, zegt dit jaar. Niet te geloven, nee. Voor de start van voor Heuveland wisten we dat al. En daar zijn bouten, 2 bouten van de 4 zijn eruit. Ja, van den Abele is jou voorbij gereden. Ja, de Bernard Münster ook, ja. Ja. We zijn heel voorzichtig. Ja, proberen aan de service te geraken. Goed. Ai, 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 wat een pech dit jaar voor Dirk de Veu. Een andere Dirk, Dirk de Puit, met de 8e tijd. Goeie 8e chrono en die levert hem 2 posities winst op van 9 naar 7. Maar toch zijn er wat kopzorgen. Bij Dirk de Veu de Boet en bij Dirk de Puit een olielek zo te horen. Ik denk dat we problemen hebben. Verliezen olie, denk ik. Ja? Ja. Dat is minder goed nieuws. Inderdaad. Veteraan José Larep knalt een 5e tijd op het bord op 18 seconden van Münster. En zo gaat hij naar de 6e plaats. Nog een Ascona B, die van Lievende Nijs. Wipt naar de 8e positie na een 6e tijd op Heuveland. Stefan van Assen met een 11e chrono op de lange proef. Daarmee blijft hij 11e in de stand. En een 14e tijd voor Jackie van Hoven en zijn co Yannick Breyne. Waarmee ze 12e blijven in het klassement. We doen goed ons best, ja. En we doen het maximum totaal, mits dat we heel veel de bestelling hadden. Maar ik heb een beetje chemie, dat is natuurlijk een lange etappe. En de rem dan is heel warm natuurlijk. He. Maar ik hoop dat we wel voor bestellen, maar ik hoop wel dat we kunnen. Goed uitrijden. Ja, niet makkelijk zonder 5e versnelling op Heuveland. En 10e tijd voor Patrick Milleville. Heeft veel tijd verloren met die lekke band op Kemmelberg. Maar toch alweer 7 plaatsen winst geboekt nu. Patrick, wat denk je? Ik denk dat we goed in de attack zitten. Hè. Als ik het nu zie dat ik zo op Dino KP Heuveland, ik kom heel dicht bij Jackie. Jammer van onze lekke band op Kemmel, waar we 4 minuten verloren. Anders weet ik, denk dat ik toch wel top 10 zal staan hoor. Nu weet ik mijn stand echt niet. 16e plaats, Patrick. Aan de leiding gaat Yves Bruneel met 2 minuten 17 voor op Münster. 2.29 op Caillou en 2.38 op de Klerken van den Abele. Gescheiden door slechts 14e. Er zijn nog 33 auto's in koers voor aanvang van de laatste 3 proeven. 24 opgaves tot dusver. Laatste service van de rally. Hierbij leider Yves Bruneel. Comfortabele voorsprong van meer dan 2 minuten. De lichtbak wordt gemonteerd voor de laatste proef. Bruneel, De Pieser en Barbier in gesprek met elkaar. In het begin vormden zij de top 3. Bruneel kan zijn 3e zege van het seizoen pakken en zo zou hij dan de leiding nemen in het kampioenschap. Maar er moeten eerst nog 3 proeven afgewerkt worden. Rudy, daar. Als die goed, die kan jij. In de kikne. We staan aan de leiding, spijtig van Barbier, spijtig van Chris de Bizer.
Maar dat is nu eenmaal koers en we hopen de wedstrijd naar uit te rijden. We hoeven enkel maar meer uit te rijden, normaal gezien. Er is wat laswerk nodig op de kadet van Bernard Münster. Tweede in de stand op 2 minuten 17 van leider Bruneel. Ja, vandaag de eerste 2KP is heel slecht begonnen. Ik was nog niet helemaal wakker, desondanks dat het laat begonnen was. Maar dan vanaf de derde KP heb ik het goede ritme gevonden en ik heb echt serieus geattaqueerd in de lange speciaal. En daar ben ik eigenlijk in één keer van de achtste plaats naar de tweede plaats opgeklommen. Dus voor ons heel goed. We gaan nu proberen die plaats te houden en we zullen wel zien. Op het parcours weer met hier Lieven de Nijs. Die pakt uiteindelijk de 15e plaats. Verliest nog terrein in de laatste lus van drie proeven. Hij zakt weg van P8 naar P15. Een 14e plek wordt het voor Patrick Milleville. En hij zal hopen dat hij eindelijk eens een wedstrijd en rally kan afwerken zonder problemen voor, tijdens en na de rally. Tom Nimmegeer vertrekt uit Ieper met een 13e plaats. Jochen Klaarhout wordt 12e met zijn groep 4 Porsche. Die wat laag ligt zo te zien. Jackie van Hoven wordt 11e met de SMS Ascona of één van de SMS Asconas. Dit is de SMS 009. Jammer voor Dirk De Veu. Was kansloos voor het podium nadat hij problemen had gekregen met de versnellingsbak. Maar toch aan de finish met een 10e plaats en nog 1 puntje in het kampioenschap. Zijn eerste punt van 2010. Hier Stefan van Assen met de Monza. Dan belandt hij nog bijna in het decor. Knappe 8e plaats voor Graham Samuel, ook lid van het SMS-team. En dat levert hem 3 punten op voor het kampioenschap. Gewoon uitrijden was de boodschap voor Yves Bruneel, maar het is nog een rampzalige laatste lus geworden voor de escortrijder. Hij krijgt problemen met de gaskabel en dan wordt hij op wat toe voorbijgereden door Caillot en bijgebeend door De Klerk. Hij verliest in totaal 5 minuten, wordt pas 7e. Sprokkelt nog 4 punten en klimt nu wel naast de Pisser aan de leiding in het kampioenschap. Dirk De Puit die wordt 6e. Maar dus geen overwinning voor Yves Bruneel in de Ieper Historic Rally. De 6e plaats voor 2,79 voor Dirk De Puit. En José Larep verovert de punten van de 5e plaats. Dat is toch onverhoopt na zijn slipper op de tweede proef vrijdagavond. Toen leek het allemaal om zeep voor de veteraan, maar een reeks goede tijden hebben hem nog naar voren geloodst. Larep 5e en 4e wordt Piet De Klerk. Hij komt hier in de buurt van Yves Bruneel op wat toe. Is dat je pa? Ja.
dan de derde plaats voor de SMS Ascona van Philippe Caillot. Kinderen met blokjes. Twee jaar geleden was hij tweede hier in de Hyperhistoric Rally. Na schitterende remonte gezien van Tuur van den Abele en Vincent van Quickenborne. Van 22 op vrijdagavond naar de tweede plaats op zaterdagavond. Tweede plek die een overwinning waard is. En wie weet wat het geworden zou zijn zonder die problemen met de banden op vrijdagavond. En hier is Bernard Münster samen met Jean-François Elst. Hij wordt net als in 2004 winnaar bij de Historics. Hij haalt hem met een bonus van 35 seconden op Van den Abele en 46 seconden op Caillot. Hij sloeg toe op Heuveland en hij wint de laatste drie proeven van de rally. Hij mag als winnaar naar het podium in Boezingen. De champagne voor Bernard Münster en Jean-François Elst. Er is heel, heel hard gereden geweest. Ik had het ook helemaal niet verwacht van in het begin. Maar stilletjes aan heb ik het ritme opgehoogd en heb ik gevoeld dat er mogelijkheid zat om toch in die top 3 te geraken. En ja, een beetje geluk gehad natuurlijk. Vooraan hebben ze een beetje pech gehad. Maar het is, ik ben heel tevreden, want na 27, de eerste keer dat ik keeper gereden heb, was met een Opel Kadett. Ik had toen de groep A gewonnen en nu 27 jaar nadien win ik hier nationaal. Dat is fantastisch. Nou, wat er gisteren gebeurd is, we hebben dan een zware sortie gehad. En we zijn gestart op de 21ste plaats. Nu, ja, we zijn geëindigd op de tweede plaats. Dat is formidabel. Ik heb het al gezegd ook. In feite is het mooier dan winnen. Seizoen remont gemaakt. Ik ben daar super blij om. Tweede maal podium. Dus twee jaar terug met Jean-Marie de Dekker heb ik tweede plaats gereden. Dus nu zijn we derde plaats. Dus natuurlijk, we zijn daarmee zeer, zeer tevreden. De top 5 van een geslaagde Connection Ypres Historic Rally 2010.